in deze video over Google+. Op 8 november heeft Google+ een nieuwe functie uitgerold, namelijk het aanmaken van een zakelijke pagina. Nou, voorheen kon je natuurlijk op Google+ je eigen profiel aanmaken. Het leek een klein beetje op Facebook. Je hebt jezelf met je foto, een aantal foto's van waar je bent geweest, de status updates en natuurlijk mensen die je kon indelen in kringen. Nou, nu, na lang wachten, is daar dan eindelijk de Google Pages of zakelijke pagina's. In deze video wil ik je laten zien hoe je die kan aanmaken en eigenlijk een kort beeld laten zien van hoe ziet het eruit en kun je er überhaupt wel iets mee. Nou, waarom het denk ik erg belangrijk is om Google Plus, om daar een pagina aan te maken voor je bedrijf, is sowieso voor je vindbaarheid, want het is van Google, dus reken maar dat het hoog zal scoren in de zoekresultaten. Plus als jij er actief op bent, dan komen al die updates, worden waarschijnlijk sneller geïndexeerd, omdat het natuurlijk op een Google platform staat. Dus Google promoot liever zijn eigen producten, dan natuurlijk blogs of artikelen die op Facebook of op Twitter langskomen. Dat is een beetje misschien de kant of de reden ook waarom je het zou moeten gebruiken. Nou, als je je eigen pagina wil aanmaken op Google+, dan moet je wel eerst een Google-account hebben. Maar vaak heb je dat al vanwege je AdWords of je Analytics of YouTube wat je bekijkt. Heb je die nog niet, maak dan simpelweg gewoon een Google-account aan. Als je die dan hebt, dan moet je naar onderstaande URL gaan, die hieronder staat. Dus dat is pages of plus.google.com/pages/create. En daar kun je je eigen pagina maken. Nou, ik ga nu voor mijn bedrijf even een pagina maken. En ik zal je laten zien hoe dat er dan uitziet. Als je bent ingelogd op Google en je hebt dus een account en je gaat naar die website die ik je net liet zien. Het linkje daarvan staat overigens ook in de beschrijving van deze video. Dus dan hoef je er alleen maar op te klikken, hoef je het niet over te typen. Dan zie je vervolgens een aantal vensters of een venster waar je uit kan kiezen van wat voor categorie is jouw bedrijf. Nou, ben je bijvoorbeeld een lokale ondernemer, ben je een product of een merk, een bedrijf of een wat grotere organisatie. Zit je misschien in de kunst, de sport of de ontspanning of overige. Nou, ik denk voor de meeste ondernemers is het verstandig om te kiezen voor de middelste. Dus bedrijf, instituut of organisatie. Zodra je daarop klikt, dan vraagt u om een aantal gegevens. Dus om te beginnen met de paginanaam. Hiermee bedoelen ze de naam van je bedrijf. Dus vul hierin de volledige naam van je bedrijf. Misschien met BV erachter of NV, net wat voor bedrijf je ook hebt. Vervolgens de website. En die website kun je dus, dat is gewoon http://www.nl.nl, je bedrijf. Vervolgens in welke categorie zit je? Nou, er zijn een hoop categorieën waar je uit kan kiezen. De meeste, gok ik, zitten in, het staat een klein stukje onderaan. Het was de zakelijke dienstverlening. Als je natuurlijk een dienstbedrijf bent. Als je diensten verleent voor de zakelijke markt. Maar goed, kijk welke categorie het beste voor jou past. Als je vervolgens je categorie hebt geselecteerd en ook je paginanaam, dan kun je vervolgens kiezen nog van voor wie is deze pagina geschikt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je een bierbrouwerij bent. Nou, dan is een pagina niet geschikt dus voor de wat jongere leeftijd. Dan krijg je natuurlijk dat die met alcohol is gerelateerd. Dat is dus een functie. Je kan dus kiezen of aangeven van deze pagina is niet voor jonge kijkers. Vervolgens klik je op akkoord met de algemene voorwaarden en je drukt op maken. Vervolgens zegt hij een kort ogenblikje en je pagina wordt dan gemaakt. Hij vraagt nu om een beschrijving. Dus geef in 10 woorden, zegt hij hier, een omschrijving van je bedrijf. Dus dan zou je bijvoorbeeld kunnen zetten van TTM-communicatie gespecialiseerd in het geven van deze trainingen. Of uw bedrijf gespecialiseerd in vormgeven, advies, fotografie, dat soort woorden. Ik denk ook weer vanuit zoekmachine denken, probeer ook weer dat soort woorden hierin terug te laten komen. Vervolgens vraagt hij ook om een profielfoto te uploaden. Dat is hier natuurlijk de keuze van, nou, gebruik je hiervoor de foto van jezelf of het logo van je bedrijf.
Wel belangrijk hierbij om te onthouden is dat het een vierkant fotootje moet zijn. Dus het is niet mogelijk om een langwerpig fotootje, zo'n landscape foto, te gebruiken, maar het moet echt vierkant zijn. Dus dat maakt het even lastig, lukt dat niet met je logo, even photoshoppen of in Paint, even een vierkant fotootje ervan maken. Nou, als je dat vervolgens hebt gedaan, dan zeg je vervolgens van, nou, doorgaan. En nou ja, dan is je profiel opgeslagen en vraagt hij van, nou, vertel het verder, dus deel het op Google+. Nou, dat laten we nog eventjes, laten we nog even wat het is. Eerst op voltooien. Nou, dan staat er gefeliciteerd met uw Google-pagina. Nou, er komt nog een korte uitleg hier in beeld, of je dat of je dan wel snapt. Je kan nu beginnen dus met het, het delen van informatie, van video's, van foto's. Mensen gaan toevoegen aan kringen, andere bedrijven gaan volgen. Wat hebben we hier nog? Je kan nog foto's kun je toevoegen. Profiel, dus je kan je profiel nog uitgebreider maken. Over mij. Nou, volop mogelijkheden in ieder geval met Google+, of de nieuwe functie Pages dan. Maar ik zou wel even kijken van, is het wel zo interessant? Ik zou zeker even het profiel aanmaken. Dan heb je het in ieder geval. Hè? Net zoals met Twitter. Vaak gebeurt het van, ja, oh, ik was te laat. Mijn Twitternaam is weg. Zorg ervoor dat je eventjes dit account ook weer vastlegt. En schrijf het wachtwoord op en onthoud het. Dan heb je het in ieder geval. Maar zitten jouw klanten nog niet op Google+, of hebben ze nog te weinig eigenlijk met Google? Bereik je ze eerder via, via Twitter of juist via een advertentie? Zet dan even de voorkeur, richt je pijlen dan daarop. Google+, ja, het is populair. Maar goed, het is vooral populair door de early adapters. Dus de mensen die het als eerste erop springen, die het gaan uitproberen. Ik heb nog een beetje mijn twijfels erbij. Want ik denk van, ja, Twitter is ook enorm populair. Facebook is ook heel goed. LinkedIn, zeker voor de zakelijke markt. En om daarnaast nog Google+ te gaan bijhouden, het wordt mij allemaal iets te veel. Dus ik zou zeggen van, laat het eventjes voor wat het is. Maar maak het in ieder geval aan. Nou, dat was even mijn korte video over wat Google+ nu daadwerkelijk is. Of in ieder geval de nieuwe functie dan van Google Pages. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En maak het aan voor jezelf. En ik zie je graag weer in een volgende video over een open koffie of over een training die ik geef. Abonneer ook trouwens. Dat kan hierboven. Er zit als een gele knop hier ongeveer. Klik daarop en dan blijf je op de hoogte van al mijn video's die ik één keer in de week ongeveer upload.